Vandaag is hier de branderij officieel geopend. Hier sta ik bij iemand die iets meer kan vertellen wat de branderij inhoudt en waar jullie voor gaan. Ja. Nou, dit is een koffiehuis / broodjeszaak hebben we opgezet. Er was een ruimte wat nog over was. En we hadden wel behoefte aan van cliënten die toch wel wat in de horeca wouden betekenen. En dat we hier hun op gang helpen. En dat wil zeggen dat we hier een beetje een leerbedrijf hebben waar we eventueel ze verder kunnen in professionele restaurants, keukens. Dat is onze bedoeling van deze branderij. Ja. En wat verkopen jullie zoal? Wat is jullie uitstraling? Wat hebben jullie allemaal? Nou ja, wat verkopen we allemaal? Wij verkopen allemaal koffie, cake, gebak, broodjes. Op bestelling kunnen we hapjes maken. We maken broodjes op afspraak. Dus eigenlijk wel heel divers. Heel erg mooi. En ik geloof dat jij hier ook werkzaam bent. En met hoeveel mensen werken jullie hier? Dat varieert nu nog per dag. Maar over het algemeen tussen de 4 en 6 medewerkers met een begeleider. En dan zijn jullie, van welke tijd zijn jullie elke keer geopend? Van 's ochtends 10 uur tot 's middags 3:30. En dat geldt voor elke doordeweekse dag. Er zijn al een heleboel mensen vanwege de opening. En ik hoop dat jullie een hele fijne tijd hier hebben. Jeroen, jij werkt hier. Hoe vind je het om hier in de branderij te werken? Ja, hartstikke leuk. En welke dagen werk jij hier? Vrijdags. En wat doe jij zo allemaal hier in de branderij? Schoonmaken, appelgebak maken en ik zou ook opeten. Ja, niet allemaal toch? Nee, dat niet. Maar, en jij moet ook koffie zetten, denk ik? Ja, ook nog. Ja. Ja. En dan doe je dat de hele dag? Nou, halve dag, tot 1 uur. Okay. En je moet ook de vaatwasser uitpakken, heb ik gehoord, hè? Ja, ook de vaatwasser in en uitpakken, ja, en droog maken. Ja. En vind je het leuk dat de klanten komen? Jawel, dat vind ik hartstikke leuk, ja. Dan moet je ze vragen wat ze willen hebben, of niet? Ja. En dat gaat goed? Ja, gaat hartstikke goed, ja. Nou, dankjewel en heel veel plezier hier. Ja, dankjewel, jij ook.